Hoe lang moeten Europeanen en Britten nog in onzekerheid zitten over de Brexit? Welkom bij Uitgelicht. Goedenavond. De Brexit wordt opnieuw uitgesteld. In plaats van vanavond verlaten de Britten nu pas uiterlijk op 31 oktober de Europese Unie. In de studio Nico Drost, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. Goedenavond, meneer Drost. Goedenavond, hallo. Ja, wanneer komt er een eind aan deze soap? Nou, dat vragen wij ons ook af. In Nederland en in Europa, inderdaad. Ja. Episode nummer zoveel is dat weer deze week geweest. Ja, klopt. Wat betekent dat voor Nederland? Dat ze nu toch nog blijven? Dat op dit moment betekent dat nog even niks voor ons. Dat betekent dat we door moeten gaan met de voorbereidingen die we aan het treffen zijn. Dan nog steeds rekening mee moeten houden met een uitreden van de Britten uit de EU. En zelfs ook nog steeds met een hard Brexit is nog steeds niet uitgesloten. Dus ja. Die onzekerheid in die zin blijft bestaan. Ja. Is dat wel verstandig, dat die onzekerheid blijft bestaan? Ja, het alternatief is slechter. Okay. Als we vanavond inderdaad een hard Brexit zouden hebben gehad, ja, dan hadden we denk ik economisch gezien in ieder geval grotere problemen dan we nu zouden hebben. We gaan nu door met wat we aan het doen zijn. Dat betekent in onderhandelingen met de Britten blijven. Of de Britten eigenlijk met zichzelf in onderhandeling. Dat is misschien nog beter geformuleerd. Want dat is eigenlijk wat we aan het doen zijn. Hè? Wij kijken toe, hè, in feite als Europa. Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja. En we geven ze nu, ik denk dat dat goed is, we geven ze nu de ruimte om er nog eens goed met elkaar over te hebben. Van hoe gaan jullie die uitreding dan organiseren met elkaar. En dat is wat deze week op tafel lag. Ja, ze moeten nu wel meedoen aan de Europese verkiezingen van 23 mei. Is dat verstandig? Ja, ik vraag me dat af, eerlijk gezegd. Het is wel een bewuste keuze, denk ik, vanuit de wat we dan nu de EU27 noemen. Hè, dus de andere 27 landen. Om ook al een klein beetje een stok achter de deur te houden richting de Engelsen. Van ja, als je dan blijft, dan moet je het ook goed doen. Ja. Het leidt ook al tot juridische problemen als ze niet zouden meedoen aan die verkiezingen. Aan de andere kant, zo'n verkiezingscampagne nu in het Verenigd Koninkrijk. Ja, dat gaat natuurlijk alleen maar de polarisatie in de hand werken. Dat wordt natuurlijk een spektakel. Ja, want als je negatief bent over iets en je moet dan verplicht ergens aan meedoen. Ja. Dat lijkt me niet optimaal. Om enthousiast te worden. Ja, andersom is het ook zo. Ik las een aantal reacties op een gegeven moment van de week op diverse media. Van mensen die zeiden, ja, nu zijn we aan de beurt. Dus zullen we die negatievelingen vanuit zichzelf, vanuit Groot-Brittannië, even wegstemmen. Dat kan ook. Ja, meneer Farage, gaan we nu zelf merken dat we niet zo blij met hem zijn. Ja. Er waren dus Britten die dat zeiden. Ja, dat soort reacties, dat laat al zien dat je natuurlijk een soort met gepolariseerde verkiezingsstrijd krijgt zometeen. En volgens mij is daar niemand bij gebaat. Ja. En dit proces waar we nu met elkaar in zitten ook helemaal niet. Ja. Is mevrouw May, de premier van Groot-Brittannië, wel de juiste vrouw op de juiste plek? Ja, dat is niet aan mij. Zoals ik er vanaf de buitenkant naartoe kijk, heeft ze enorme inzet gegeven de afgelopen tijd en doet ze nog steeds. Ik denk het wel, eerlijk gezegd, maar dat is echt aan de Britten zelf om daarover te beslissen. En zelfs dat komt nu ter discussie. En als dat gaat gebeuren, heb je natuurlijk nog weer een ander verhaal. Ja. Wij hebben ook deze week een debat weer aangegeven, laten we de Britten de ruimte geven. Zodat ze er nog eens rustig over na kunnen denken. Wie weet waar dat tot toe leidt. Want het liefst zouden we natuurlijk zien dat ze alsnog bij ons blijven. Ook dat is nog een optie. Ja, acht u dat reëel? Dat ze daar tot zinnen komen en dat besluiten? Dat kan nog steeds. Het is nog steeds een van de scenario's die mogelijk is. Dat men uiteindelijk toch voor kiest om te zeggen, of voor een tweede referendum bijvoorbeeld gaat. Dat men zegt, we gaan de deal zoals die er nu ligt nog een keer aan de bevolking voorleggen. Ook daar zijn mensen in het Verenigd Koninkrijk voor. Dus ja, dan is nog steeds een van de opties dat men uiteindelijk bij de Europese Unie blijft. Ja. En daar heeft Nederland al die jaren al best baat bij gehad. Dat is ook waarom wij het zo jammer vinden dat ze uitstappen. Omdat Engeland natuurlijk ook een van de geluiden altijd was in de EU. Die zei, jongens, die ongebreidelde expansiedrift bijvoorbeeld, die moeten we mee uitkijken. En daar hadden wij in Engeland best een bondgenoot aan diverse tafels in Brussel. En een van de grondleggers van... Eens, ja. En dat is misschien nog wel, zoals ik er dan persoonlijk ook wel naar kijk, nogal meer jammerder, zeg maar, dan misschien een economische schade die je met elkaar gaat leiden. De Europese Unie is natuurlijk een samenwerking tussen volkeren. En een van die volken kiest er nu voor, bewust, om daar uit te stappen. Dat vind ik eigenlijk nog jammer. Meer jammer en misschien pijn doen dan het feit dat we zometeen weer via de douane moeten om onze spullen in Engeland te krijgen. Ja, dus dat is ook een schade, hoe dan ook, zegt u. Ja, ik denk meer dan enkel economisch. Ja. U zit een paar weken in de Tweede Kamer als vervanger voor een collega-Kamerlid. Ja. En uw eerste debat ging over de Brexit. Ja. Dat was meteen met de neus in de boter. Ja, letterlijk. Ja, ja. Klopt. En in de diepe, ja, klopt. Ja, dat was wel heel mooi. De Europese Unie en de Europese samenwerking is ook iets wat mij persoonlijk wel bezighoudt. Mm-hmm. Dus ik vond het ook mooi dat ik juist in dat debat mijn maiden speech, zoals dat dan heet, mocht houden. Waarin ik bijvoorbeeld Erasmus heb geciteerd. Erasmus was iemand die natuurlijk, we noemen dat tegenwoordig een humanist, maar als je verdiept in zijn denkbeelden, was dat een christen. Ja. Een heel vroom man was dat. Dus die kon je mooi aanhalen daar. Ja, dat heb ik gedaan. En ik kreeg er ook complimenten voor. Ook van de premier trouwens. Want dan krijg je een hand van iedereen nadat je je medespeech hebt gehouden. Ja.
En hij zei dat volgens mij ook in zijn beantwoording, dat hij het mooi vond dat Erasmus nog eens daar klonk. Okay, dat het wel vaker mocht gebeuren. Yeah. En ik vond het erg mooi om dat op die manier ook voor het voetlicht te brengen. Ook dat punt van, weet je, tuurlijk, economische samenwerking is mooi, maar de Europese Unie begon, zeg maar, als verzoening tussen volken na de Tweede Wereldoorlog. En dat, denk ik, dat zijn wij de laatste jaren, misschien wel decennia zelfs, ook in de Nederlandse politiek wel een beetje kwijtgeraakt. Er wordt eigenlijk continu de schijnwerper opgezet vanuit de liberale gedachtegang natuurlijk op die economische samenwerking, op de welvaart. Maar het ging ook over vrede. Mm-hmm. En bijvoorbeeld Robert Schuman, iemand die Schuman-verklaring toen uitsprak, wat die de basis was van die samenwerking, die had als visie bijvoorbeeld om de Europese welvaart juist ook te gebruiken om de armoede in het continent Afrika uit te bannen. Dat is een notie die we totaal kwijt zijn in het hele debat. Daar wordt totaal niet meer over gesproken. Nou, ik vind het wel mooi. Ik heb nu een aantal maanden tot aan de zomer om daar eens een keer ook op te wijzen. En dat kon mooi in mijn medespeech. Ja, wat valt u het meest op in Den Haag? Als nieuwkomer? Nou, dat het echt een hele hardrijdende trein is. Daar begint het mee. Je moet echt leren hoe dit allemaal loopt. Ook achter de schermen. De regels en de manier waarop dingen gaan. Wat ik ook opvallend vind, is dat het ook toch wel heel collegiaal is. En mensen weten dat ik nieuw ben, dus als ik ergens binnenkom, is gelijk, oh, wat fijn dat je er bent, wat leuk dat je er voor het eerst zit, welkom. En ik merk dat ik echt geholpen word, ook door collega's, om mijn weg te vinden, dus dat viel mij op. Terwijl op het moment dat het debat dan begint, dan hebben we allemaal weer onze eigen mening natuurlijk. Ja. En dat is ook goed, want daarom ben je daar. Ja. Maar maakt u deel uit van de coalitie als ChristenUnie, regeringspartij, is dat nog lastig om de neus al één kant op te krijgen allemaal? Nou, dat maakt mijn werk, vind ik wel, nog wel een stukje complexer. Want wij hebben natuurlijk met elkaar een regeerakkoord afgesproken. Ja. Tussen een aantal partijen. En dat betekent op sommige momenten, op het moment dat je iets wilt als coalitiepartner, dat je dan even moet checken van, past dat nog wel binnen die afspraken? Ja. En als daar vragen over zijn, dan ga je het even met elkaar afstemmen. Maar dat geldt aan de andere kant ook. Dus je bent sowieso bezig met dat afstemmingsproces met je collega's. En dan moet ik al überhaupt leren welke collega's ik dan moet hebben als voorbeeld. Maar dat geldt ook voor die andere partijen. Als die dingen doen, waarvan wij zeggen, op het moment dat er iets zou besloten worden wat wij niet fijn vinden, dan moeten wij als ChristenUnie natuurlijk wel ook bij zijn om om dat kenbaar te maken. Uw collega Bruins heeft hier eens verteld dat hij in meer dan 30 appgroepen zit om dat allemaal een beetje te volgen. Ja, bijvoorbeeld. Ja, ja, u dat ook? Klopt. Ja, de eerste dag toen ik werd geïnstalleerd, toen stroomde dat in één keer helemaal vol. Okay. Ik werd ook overal netjes welkom geheten in al die appgroepen. Ja. En dat gaat, komt er al een meloen aan die u door moet slikken? Nee, dat weet ik niet. We hebben bijvoorbeeld binnenkort weer een gesprek over het wiet-experiment. Wat natuurlijk op stapel staat, waar we helemaal niet zo blij mee zijn, maar wat wel in het regeerakkoord is afgesproken. Ja. Dus die misschien, als je maar aan de andere kant. Nee, ik heb niet dat ik weet. Oké, okay. Nou gaan we even naar een. Ik hoop het ook niet. Gaan we even naar iets wat deze week speelde in de politiek. Namelijk jongeren die willen dat prostitutiebezoek strafbaar wordt. Ja. Expos, een jongerenorganisatie, heeft een petitie aangeboden die door 40.000 mensen is ondertekend. Een goede actie? Ja, zeker. Wat wij daarin zien is dat natuurlijk dat maatschappelijk debat, de maatschappelijke opinie eigenlijk begint te kantelen als het gaat om prostitutie. Wij zijn daar natuurlijk vanuit onze partij al jaren mee bezig. Gert-Jan Segers is daar natuurlijk een van de Gert-Jan Segers probeert het al jaren, maar het lukt niet. Waarom zou deze groep het wel lukken met hun petitie? Maar iedere beweging is mooi, zeggen wij. En wat je nu ziet is dat het maatschappelijk debat langzaam zeker aan het kantelen is. Ja. Dat ook niet alleen uit christelijke hoek, want dat stempel krijg je dan op. Ja, jullie zijn christen, dus jullie vinden dat sowieso fout, dus daarom ben je daar tegen. Nee, dat is helemaal het punt niet. Waar wij ons voor inzetten, met name, is de uitbuiting van vrouwen. Die vrouwen zitten in een positie waarin ze uitgebuit worden. Mm-hmm. En zo'n handtekeningactie als deze, die zet daar dan nog weer opnieuw een streep onder. Die petitie wordt aangeboden. Alle partijen waren daar ook weer bij aanwezig. En dat is alleen maar, denk ik, mooi. Ja. Maar is het moderne slavenhandel dan? Prostitutie? Ja? Ja, ik denk het wel. Ja, ik denk eerlijk gezegd dat wij misschien wel, ik weet niet hoe lang het nog duurt, dat we dan terug gaan kijken en dat we dan echt met elkaar zeggen, breed in de maatschappij, van wat was dat? Waarom deden wij dat? Ja. Ik vond het opvallend. We hadden bijvoorbeeld eind vorig jaar een keer een Zweedse actrice aan tafel zitten bij Jinek. Mm-hmm. Helemaal geen christelijke vrouw. Maar die wel daar de vinger bij legde. De Amsterdamse Wallen, vrouwen in een etalage. Ja. Hoe bedenk je dat? Ja. Als je dat tot je door laat dringen, dat die vrouwen daar letterlijk in een etalage staan, dat drommen toeristen daar dagelijks langs lopen. Maar hebben we dan buitenstanders nodig om ons dat te laten zien als Nederland? Als Nederland misschien wel. Wij hebben als partij natuurlijk al jarenlang tegen gestreden, überhaupt. Maar ik denk dat het mooi is dat er op allerlei vlakken, je ziet het in landen als Zweden en ook Frankrijk, zie je steeds meer geluiden opkomen om er echt wat aan te gaan doen. En dan gaat het met name om opkomen voor vrouwen in een kwetsbare positie eigenlijk. Ja. De aanpakken van mensenhandel en prostitutie is ook een van de speerpunten bij de Europese verkiezingen. Ja. Vindt u dat dit Europees aangepakt moet worden? Dat we niet als Nederland alleen of als
maar het Europees moeten doen, vanuit Brussel? Ja, absoluut. Want wij hebben natuurlijk te maken met mensenhandel, zoals we het noemen. Vrouwen uit Oost-Europa die dus bij ons achter de ramen werken, in Amsterdam bijvoorbeeld. Vrouwen uit Bulgarije, uit Roemenië. Ja, en dat kun je alleen maar oppakken of het beste bestrijden door het echt samen te doen met al die landen in Europa. Dus ja, dat is echt, denken wij, bij uitstek een Europees thema. Wat zegt het trouwens dat het initiatief nu van jongeren komt? Ja, dat zegt misschien heel veel. En, je ziet natuurlijk, je merkt in het maatschappelijk debat, dat er is een tijd geweest dat alles moest kunnen, zeg maar even. Ja. En dat, zeg maar, de nadelige kant of de zwarte kanten van dat soort onderwerpen mochten niet besproken worden. Mm-hmm. Of je kreeg inderdaad een sticker op van te principieel of wat dan ook. En je ziet dat de jongere generatie daar wat onbevangener in staat in zo'n discussie. En dus ook aan zo'n handtekeningactie beginnen. En zeg, joh, weet je, inderdaad, kijk naar die vrouwen. Even los van wat je principieel van prostitutie vindt. Ja. Kijk naar die vrouwen en dat is wat zij doen en dat is denk ik prachtig mooi. Juist dat de jongere generatie dat doet. En u zegt het is ook goed dat het vanuit de christelijke hoek gehaald wordt en meer een bredere steun krijgt. Ja, dat helpt in het debat. Het helpt om dingen voor elkaar te krijgen uiteindelijk. Want wij zijn als christen niet in de meerderheid in Nederland en ook niet in de Tweede Kamer. Nee. Dus als je dat weet te verbreden, en dat is wat Gert-Jan Segers ook al heel lang doet, door het even uit het principiële debat over prostitutie te trekken, maar juist te kijken naar wat gebeurt er nou met die vrouwen en wat gebeurt er met mensen. Ja, dat helpt denk ik om het verder te brengen. Ja, denkt u dat het ooit in Nederland zover komt dat we dat niet meer zien? Die straten zoals in Amsterdam? Ik hoop het wel, ja. En ik denk, ik hoop het. Even een streepje onder hoop. Ik denk dat gaat lukken, maar het kost nu nog steeds wel tijd. En je ziet ook wel dat wij in het regeerakkoord ook wel een aantal stappen hebben kunnen nemen. Werk aan het pooienverbod bijvoorbeeld, aanpak van mensenhandel. Dat soort zaken helpen gewoon om hier stappen in te zetten. Ja. We gaan even naar het laatste onderwerp, dat zijn de OV-plannen van het kabinet. En de ChristenUnie zegt, we vergeten de regiogebieden. Ja. De spoorrood op bij Zwolle en daarboven blijkt niks meer te zijn. Ja, dat klopt. Dat hebben wij de staatssecretaris vorige week ook weer voorgehouden. Het kabinet is gekomen met het toekomstbeeld OV 2040. Dus waar moeten wij in 2040 staan met het OV? Ja. Dat is eigenlijk een heel mooi document. Dat gaat over het verder uitbouwen van OV in de Randstad. Dat is ook iets waar wij al jaren voor pleiten. Stop nou met de Randstad vol met asfalt rijden. Ja. Dat is niet de oplossing voor het fileprobleem. Je moet investeren in OV. Daar wordt een duidelijke streep onder gezet en ook in kaart gebracht. Wat moet je daar dan voor doen? Mm-hmm. Dan heb je over dat rondje Randstad. Hè, dat je intercities wilt laten rijden langs de grote steden. Iedere 10 minuten. Ik denk dat dat heel mooi is. Een andere belangrijke pijler in dat toekomstbeeld OV gaat over de regio. Het aansluiten van de regio's ook op de Randstad. Dat is belangrijk voor de Randstad ook natuurlijk uiteindelijk weer. Want mensen kunnen dan makkelijker ook buiten de Randstad gaan wonen. Want de woningdruk is heel hoog en die wordt nog veel hoger. Maar het is vooral belangrijk voor die regio's die te maken hebben met mensen die bijvoorbeeld wegtrekken daar. Ja. En komen voorzieningen onder druk. Dus je moet zorgen dat het OV in de regio's goed geregeld is. Als je dan analyseert waar de staatssecretaris mee komt, dan moet er heel veel geïnvesteerd worden. En juist in die varianten waar veel geld nodig is, daar worden de regio's pas echt bediend. Dus daar hebben we echt wel kritiek op gegeven van hou eens even. Noemt u er eens een waar de klem zit? Een van de punten die we hebben ingebracht, dat heeft Stineke van der Graaf, mijn collega, die ik nu vervang, ook al ingebracht, is een snellere verbinding met Groningen bijvoorbeeld. Gaat dan niet met de stad alleen, natuurlijk eigenlijk met de hele regio Groningen. Ja. Nou, dan zie je dat je eigenlijk met een relatief toch eenvoudigere maatregelen, en dan heb je nog steeds over miljoenen soms, maar toch eenvoudigere maatregelen, kun je al best wel winst boeken van richting 10 minuten of een kwartier reistijdverkorting. Ja, dan moet je dan gewoon een keer een keuze in durven maken. Maar uw boodschap is, kijk niet naar de Randstad, maar er is veel meer in het land. Precies, ja, dat zeggen wij altijd al. En dat is nu opnieuw gebleken en daar zullen wij altijd een streep onder blijven zetten. Ja. Klopt. Helemaal tot slot, meneer Drost. U zit tot zomerreces in de Kamer. Ja, klopt. Bent u niet bang dat u dan zo aan gewend bent en de smaak te pakken hebt dat u wil blijven? Jawel, daar ben ik wel heel bang voor. Ja. Dat gaan we dan zien. Nee, ik ben tot aan het zomerreces, officieel tot 15 juli ben ik in de Tweede Kamer. Tot die tijd ga ik er vol voor en met veel plezier ook. Oké. Okay. En daarna? Daarna ga ik weer terug naar waar ik mee bezig was. Ik had een eigen adviesbureau. En als dat lukt, pak ik dat gewoon weer op. Ja. Oké. Okay. Dank voor de komst naar de studio hier. Nico Drost van de ChristenUnie. Graag gedaan, dank. Dit was Uitgelicht voor vandaag. Hartelijk dank voor het kijken. Maandag, beleven en welzijn, zijn we er weer. Goed weekend en graag tot dan. Dag.